dat het zomer is. Wat is zomer? Oh, super. Spelen. En nu is het weekend, meisjes. Yes. Ah, eindelijk weekend. Ja, zo super. Geen school, niets moeten. Zo cool. Andrea, achter je. Oh. Dag, meester Arkin. Ik vertelde net dat ik niet kan wachten op de toets van maandag. Daarom ga ik nu meteen mijn huiswerk maken. Hij gaat me zo naar voren roepen in maandag, dat weet ik zeker. Oh, maar maandag is pas over 2 dagen. Dus, wat zullen we vanmiddag samen gaan doen? Ah, even kijken. Gaan Delta vliegen? Of op de puppy's passen? Naar een kunsttentoonstelling? Naar een concert? Gaan klimmen? Karate? Die zie ik niet hangen. Nee, ik heb karateles. Sorry, Stefanie, maar mijn trap ziet eruit alsof ik uitglijd over een bananenschil. Ja! Wat meer treinen kan je kwaad. En wat eerste hulp ook niet. Het gaat wel, maar ik moet nu gaan. En mijn zangleraar wacht op me. Ik ga ook. Ik moet de paarden trainen. Mijn tante Sophie wacht in de dierenkliniek. Oh, konden die hokken zichzelf maar poetsen. Oh, geeft niks, meisjes. Ik heb het ook ongelooflijk druk. Hoe kom ik er nu bij dat we al die leuke dingen kunnen gaan doen? Ik moet naar het konijn dat ik gered heb. Oké, dag meisjes. Tot later. Oef, blij dat we weg zijn bij Stefanie. Ik ook. Nu kunnen we beginnen met haar verrassingsfeestje te plannen. Je hebt echt een huisje nodig, Daisy. Maar welk dan? Ik kan ook niet kiezen. Oh, hey, Emma's Karate Club. Ik vraag wat Emma ervan vindt. Hoe, ha, hi! Ha, hi! Hoe, hoe, hoe! Hoe, ha! Hoe, ha, hi! Hey, heb je Emma gezien? Nee. Emma heeft pas op woensdag weer les. Oh, dat is raar. Ze zei dat ze vandaag les had en dat ze verder aan haar techniek moest werken. Emma? Zij is de beste leerling die ik heb. Oh, wel, bedankt. Hey, Lacey. Wie doet er aan karate? Jij of zij? Geen van beide. Ik was op zoek naar Emma. Ze zei dat ze hier was, maar ze is er niet. Hm. Ik dacht dat jullie vriendinnen waren. Er is vast een goede verklaring voor. Natuurlijk. Waar zullen we Stefanie's verrassingsfeestje houden? Moet wel een coole plek zijn. Iets leuks? Hey, wat denken jullie van het Heart Lake zwembad? Een zwembadfeestje. Dat klinkt leuk. Eens kijken. Gasten, taart, cadeaus, versieringen. Oh, we hebben nog veel te doen. Normaal regelt Stefanie al die dingen. Maar het gaat ons zeker lukken. Mia, wat doe jij? Ik werk aan een tovertruc voor het feestje. En ik denk dat ik klaar ben. Laat zien. Goed. Kijk, ik tover nu een konijn uit deze gewone hoed. Abracadabra. Oh nee, het is niet waar. Ah! Hoort dat ook bij de truc? Oh, ik snap het. Het is een komische act. Misschien moet ik nog wat oefenen. Het lukt je wel, Mia. Over oefenen gesproken, we moeten onze dans oefenen. Hij moet perfect zijn voor het feestje. 5, 6, 7, 8 en links. Nee, je andere links, Olivia. En links. Sorry. Links. Kijk, daarom oefenen we dus. Meedoen? Oh, ze stuurt me vast een berichtje. Ja, 1 bericht. Van mijn moeder over huiswerk. En nog een keer. 5, 6, 7. Meisjes? Bedankt. Ik krijg je bericht over Stefanie's feestje. Wat kan ik doen? Het geheim houden. Ik bedoel, behalve dat. Kan jij het licht regelen? Dat doe ik.
Ik heb ooit geholpen bij een concert, dus ik ben wel goed met belichting. Sommigen noemen me de lichtmeester. Oh. Is er een probleem? Nee, totaal geen probleem. Jongens, ik kan het. Abracadabra. Oh, wat een schatje. Hey, kan ik je helpen? We zoeken een verjaardagscadeau voor onze vriendin Stefanie. Ja, we zoeken een huis voor haar konijn. We hebben er verschillende. Dit hier is geweldig. Echt heel mooi. Maar zit er ook een bedje in? Kun je er geluid op aansluiten? Of een kussen? Of misschien licht? Een schap voor borstels? Hij is zoals hij daar staat. Oh. Hé, hey, misschien kunnen we hem zelf een beetje opfleuren. Ja, speciaal voor ons. We nemen hem. Mia! Olivia! Oh nee, Stefanie. Doe alsof je haar niet hoort. Haast je. Kom, kom, kom. Oh, ze hebben me vast niet gehoord. Dat was nipt. Ja, dat zou een ramp geweest zijn. Helemaal alleen? Oh. Waar zijn je vrienden? Welke vrienden? Ze liggen tegen me. En daarna zie ik ze samen lachen en dansen bij de boomhut. Misschien kun je niet dansen. Oh. Oké. Okay. Het is gewoon vreemd dat ze zich ineens zo gedragen. Vrienden geven niet altijd een reden als ze verder gaan. Dat gebeurt gewoon. Oh. Hey, wil je een stukje rijden? Dat helpt. Bedankt, maar ik wil er toch graag achter komen. Vooral omdat ik morgen jarig ben. Veel plezier in het zwembad, Olivia. Komt in orde, dank je. Heb je je zonnebrand? Ja. Schiet op. Zitten, meisjes. Ja, kom op. Zit mijn haar nog wel goed? Van achteren wel, maar mag ik ook op de foto? Allemaal lachen. Cheese! Zoals topmodellen. Fabuleus. Smoelen trekken. Oké. Yes, wij zijn cool. Dag. Hey. Dag. Hoe gaat het? Wat ben jij aan het doen? Ach,
Je weet wel, wat aan twinkelen, iets lekkers gekocht. Wat voor lekkers? Niet ontbeten. En nu moet ik naar... Karateles. Nee, de bibliotheek. Volgens mij is dit een bijzondere dag. Je hebt helemaal gelijk. Echt waar? Weet je wat er vandaag is? Ja, vandaag zou ik helpen bij de kunstentoonstelling. Als ik jou niet had gezien, was ik het vergeten. Heel erg bedankt, Stefanie. Tot later. Word ik nu aan de kant gezet op mijn verjaardag? Wauw, zo te zien hebben die lessen wel succes. Ik heb een goede leraar. Maar wat zit er in die doos? Taart voor mijn vriendin haar verjaardagsfeestje. Wil je ook komen? Is dat een grap? Ik mis nooit een leuk feestje. Wauw, dat ziet er echt super uit. Ja, hè? Vind ik ook. En waar moeten deze, Andrea? Daarachter, achter het bubbelbad. Oké. Ik vond het vreselijk om te liegen tegen Stefanie. Ik weet het. Maar het is het allemaal waard als we haar verrassen. Hey, zou Mia die truc al kennen met de toverhoed? Abracadabra! Oh. Misschien is het deze dan wel. Kijk, nu doet hij het. Oh. Ik help Andrea even. Volgens mij heeft Mia hulp nodig. Jacob? Ja? De lampjes moeten op die muur. Weet je het zeker? Want... Ik zag je bericht. Je wilde me spreken? Ik wilde je dit geven. Gefeliciteerd. Je houdt toch van bakken? Wat lief dat je daaraan denkt. Toch nog één iemand... Misschien kunnen we een verjaardagstaart bakken of zo? Daar is toch een goede dag voor. Bedoel je er samen een maken? Ja. Oké. Tenzij je andere plannen hebt, want misschien kan ik ook niet. Ik heb geen plannen. Nee, ik ook niet. Oké, de laatste poging. Abracadabra. Het is gelukt! Fijn. Hoe kom ik nu aan een nieuw konijn? Oh, hey Jacob. De lampjes moeten niet daar. Ze moeten daarachter. Weet je hoe vaak ik ze al verplaatst heb? Oh. Oké, zet maar aan, Andrea. Hey, die speakers zijn super! Ja, hè? Vind ik ook. High five! Jongens, bijna alles staat al klaar. Alleen, Jacob hangt de lampjes op de verkeerde plek. Jacob, de lampjes moeten daarheen. Nee, ze komen achter het bubbelbad. Je bedoelt achter de glijbaan. Nee, jullie vergissen je. De lampjes hangen hier en blijven hier. Ik ga ze niet weer verplaatsen. Oké. Wat heeft hij, zeg? Meisjes, meisjes! Ik begrijp echt niks van ze! Ze kunnen hier elk moment zijn. Eigenlijk heb ik een geweldig idee. Ik ben zo terug. Ik kan niet wachten om te roepen. Verrassing! Hey, en hoe weet Stefanie ook alweer dat ze hier moet komen? Zijn we iets vergeten? Je bedoelt de eregast uitnodigen? Ja! Daar zijn de gasten, iedereen! Even denken, hoe krijgen we Stefanie hier zonder iets te verklappen? We kunnen zeggen dat het mijn verrassingsfeest is. Ze weet wanneer wij jarig zijn. We zouden iets beters moeten kunnen verzinnen. Wat als er een dier gered moet worden? We zeggen dat er een dolfijn verdrinkt in het zwembad. Weet je hoe belachelijk zoiets klinkt? Ik moet nog even iets doen. Maar ik raak echt in paniek. Ik ook. We willen toch niet dat dit feestje compleet flopt?
Je bedoelt net als onze vriendschap. Stefanie? Vrienden liegen niet tegen elkaar om dan weg te gaan en te dansen en foto's te maken in het geheim. Je begrijpt het niet. Oh, echt waar? Wel, vrienden houden geen feestje bij het zwembad zonder jou of... Oh, oh. Verrassing! Gelukkige verjaardag! Oh. Is dat allemaal voor mij? Ja, voor jou. Gelukkige verjaardag! We waren de verrassing aan het voorbereiden. Daarom deden jullie steeds zo geheimzinnig. Ja, je dacht toch niet echt dat we geen vriendinnen meer wilden zijn? Nee, natuurlijk niet. Ja, eigenlijk wel. Toe. Dat zouden we toch nooit doen? We wilden je gewoon de beste verjaardag ooit geven. Oh, zo leuk. Dit is geweldig. Maar doe me dit nooit meer aan. Wacht even. Waar ga je heen? Oh, ach ja, een afspraak. Sorry, ik zei dat ik niet lang kon blijven. Goed. Ik weet dat je het heel druk hebt, maar... Kun je toch niet blijven? Doe het voor mij. Nou, oké dan. Kom op, pak je cadeaus uit. Oké. Oh, mooie foto. Die hang ik in mijn kamer. Bedankt, meisjes. Maar bij me. Dames en heren, mag ik even uw aandacht? Dit lijkt misschien een doodnormale hoed, maar ik beloof u, dat is hij niet. Abracadabra! Oh, Daisy! Oh jongens, dit feestje kan echt niet meer stuk. Oh, wacht maar af. 3, 2, 1... Mooi, hè? Echt prachtig. Dat heb je mooi gedaan. Ja, ik ben dan ook de lichtmeester. Jullie zijn echt de beste. Dank je. Oh, het is zo'n leuk feestje. Oh, echt super. Oh, de leukste dag ooit. En nu is het tijd om te feesten! Joehoe! Yeah! 5, 6, 7, 8! Sometimes we all feel sad. That's when you